Sorry als we iets te hard speelden. We hebben een nieuwe versterker. Hij gaat helemaal tot 11 in plaats van tot 10. Wel, misschien kun je hem op vampiervolume laten in plaats van dat heksige gil. Sommige monsters in dit huis hebben rust nodig. Ja, misschien is het tijd om een betere repetitieplek te vinden. Toch? We kunnen pas weer repeteren als we die bokkelele van jou hebben gerepareerd. Heb je extra snaren? Nee, ik denk het niet. Maar misschien vinden we ze op zolder tussen de spinnen van oom Dieter. Hij speelde heel graag op zijn bokkelele. Laten we gaan! Nee, misschien... Oh, gevonden! Dat is geen bokkelele-snaar. Dat is 400 jaar oude jutespaghetti. Oh, yummy! En zien we misschien hier... Oh, kijk eens aan, een boekenlelie-snaar. Oh, toch niet? Het is een spookvlieger. Oh, kan die maar weg? Alsjeblieft. Laat het zoeken maar aan ons over. Daar liggen vast wat snaren. Dit is de oude koffer van oom Dieter. Hebbes! Wow, wat stelt dat voor, Vee? Ik weet het niet zeker, maar het lijkt op ons huis. Oh ja, ik weet het. Dit zijn spookhuisblauwdrukken. Blauwdrukken? Ja, het is als een kaart die je elke kamer in het huis laat zien. Kijk, daar is onze keuken, je slaapkamer en natuurlijk het binnenzwembad. We hebben helemaal geen binnenzwembad. Maar de blauwdrukken zeggen van wel. Wacht eens, wat zijn deze kamers? De vampiervoorraadkast? Het wolvenhol? De toverdrankjeskamer? Dat was handig geweest voor mijn wetenschapsproject vorige week. Daar is er nog eentje. De muzikale monsterhal? Dat klinkt spooktaculair. Wacht eens even. Deze blauwdrukken moeten magisch zijn. Oom Dieter heeft vast ooit geheime kamers aan het huis toegevoegd. Dus daarom zien we ze ineens op de kaart? Dat klopt. De kamers verschijnen als je ze nodig hebt. En ik heb echt een binnenzwembad nodig om te pronken met mijn geweldige spookzwemslag. En wij hebben een betere repetitieruimte nodig. Mijn huis is nog spectaculairder dan ik dacht. Abonneer je voor nog meer leuke video's en kijk naar Disney Junior voor je favoriete series.